in de gaten, hou het groen in de gaten. Oh shit! Oh shit! Hé! Hé, sloop die auto's niet, joh! Goedemorgen! Welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog, jongens en meiden. Hallo! Het is een nieuwe dag hier zo in Dubai en op dit moment is het bed niet zo heel erg netjes opgemaakt. Rick gaat het bed opmaken. Gaat het op... opmaken nu? Nee. Rick gaat het bed opmaken. Nee, grapje. Ik ga het bed zo opmaken. Niet waar, ga je niet doen. Klopt. Jongens, in ieder geval een hele goede morgen. Wij hebben weer hier zo een nieuwe dag in Dubai en het is vandaag weer lekker verschrikkelijk warm. Daarom hebben we hier ook de gordijnen maar dicht gedaan, want ja, het is anders niet uit te houden. En de airco, die staat echt op min 80 door jou. Ik ben vannacht heel de nacht wakker geweest, omdat jou een goed plan leek om de airco uit te zetten. Ja, het is fucking koud anders. Ik kwam vanmorgen in de woonkamer, het was 26 graden binnen. Gewoon goed idee. Kijk, even hoe warm het nu nog is. Staat die airco echt op? Er staat daar 23 graden. In ieder geval, we hebben allemaal vandaag weer leuke dingen op de planning staan. Dat doe je natuurlijk op vakantie. We hebben alleen nog niet gegeten. Ik weet ook niet of we dat nu gaan doen. Maar het is tijd om te gaan. Kusje aan de camera. Ah, we moeten trouwens nog 33.000 abonnees tot de 1 miljoen. En dan zijn we er. Dus ik hoop dat ik het binnen nu en een maand ga halen. Zou echt super ziek zijn. En dan spring ik hier zo door de ramen heen. Goed plan of niet? Ik vind het een heel goed plan. Dank je. Daar komt de lift. Gaat die open? Staat er iemand in? Staat er iemand in? Laat het even afwachten. Nee! Er staat helemaal niemand in. Lekker. Het is altijd zo anders dan een lift zo naar binnen loopt en ineens komt er iemand uit en je denkt van, oh, sorry. Ja, dagelijks problemen. Goed verhaal. Ja, hè? Lekker, goed verhaal, hè? Kijk, we staan echt aan de voet. Echt, wow, joh, de zon schijnt echt recht in mijn camera. What the fuck. Ik kan niet eens naar boven kijken, zo hoog is het. Ik kan het puntje niet zien vanaf hier. Kijk dan, jongens en meiden. Dat gebouw daar zo, daar zijn ze gewoon een hele boot bovenin aan het bouwen. Die is nog lang niet af, maar ik denk dat het... Oh, ik dacht dat het zo blauw was. Wat zit er weer voor kutopmerking? Ja, het ziet er wel heel gaaf uit. Nou, waar zitten we dan? Lekker man. Ik heb hier een milkshakeje. We zijn even lekker uit eten. Of tenminste wat lunchen. En we hebben hier zo shisha erbij. Natuurlijk echt super Midden-Oosten-achtig iets. Oh, ga je lekker zijn? Lekker water doen. Ja. Nee, maar shisha doe ik bijna nooit in Nederland. Terwijl ik het wel echt lekker vind. En ik weet dat het niet heel goed voor je is. Maar ik vind het wel leuk. Hey, ik ben begonnen met roken, jongen. Zo, shit, thumbnail. Oh, Rick, ga je nou ook roken? Rick, je hebt slechte invloed op mij. Je bent een slechte vriend. Oké, okay. Ik durf hier niet hard te praten. We zitten echt in een super luxe hotel te wachten. Er staat er ook een hele dikke auto. En dit is echt precies in de Burj Khalifa, oftewel het hoogste gebouw ter wereld. Dus daarom dat ik niet zo hard durf te praten hier zo. Maar we zitten te wachten op een afspraak met iemand. Die dus ook weer een hele dikke auto voor ons gefixt heeft. Waar we dus ook weer een dag waarschijnlijk in mogen rijden. Dus dat is even afwachten. Jij zit ook heel netjes zo. We zitten lekker weer in ons zwembroekje. Ja, jij niet. Oké, het is eindelijk zover, jongens en meiden. We hebben eventjes moeten wachten daar zo. Maar, ja. Jullie weten natuurlijk nu ondertussen wel dat ik van auto's hou. We zijn in Dubai. Dubai staat bekend om prachtige, dikke, dure auto's. Nou, jullie hebben natuurlijk de ene gele al gezien. Maar op dit moment zitten we in een auto van iets van 600.000 euro, volgens mij. Zoiets. Is natuurlijk niet van onszelf, dat is logisch. Maar ik heb er expres voor gekozen om het nog niet te laten zien. Hoe die eruit ziet, je ziet het al aan de bekleding. Het is echt super, super leuk. Kijk hem even zitten dan, deze boy. Ja, dit is even wat anders, man. Kijk deze boy even zitten dan. Oh, yo jongens, kijk eens daarvoor op. Het is een Rolls Royce Ghost. Bizar hoe ziek dit ding is. Ik zweer het je. Oh, dit is echt bizar hoe deze auto er van de binnenkant uitziet, jongens. Kijk dan die rode bekleding. Hierachter zit een hele knop. Ik weet niet eens waar dat allemaal voor is. Dakje hier zo. En het stuurt heel lekker, hoorde ik. Je kan met één vinger sturen. Hoor. Lekker. Hey, hi. Nou, jongens en meiden. Oké, we zijn bij het duurste hotel ter wereld nu. Ja, alles hier in Dubai is natuurlijk zo. Kijk, het is daarachter staat het. Dat is de Burj Al Arab.
Die ken je vast ook wel van de plaatjes. En we gaan hier dus eventjes eruit straks. Zo, er staat hier ook een dikke Lambo. Kijk eens aan. Fuck a Lil Pump! Kijk dan, dit Lambo. Ja hoor, alles lekker jongen. Goed man, met jou? Ja, goed man. De Rolls Royce mag er ook mee zijn, bro. Ja, de Rolls mag er ook zijn, hè? Ja, ja, ja. Lamborghini Rolls Royce, combination, ja, combination. Gaan we racen? Ja, kom dan. Nou, ik zit eventjes achterin hier zo bij onze eigen auto in de Rolls Royce, samen met... Hallo jongen. Het is een mooie Joy Bravo. Lang niet gezien. Ik heb hem net nog gezien, man. Ja, klopt. Kijk, we hebben hier zelfs ook schermpjes achterin. Het is echt niet normaal, maar ik ga jullie nu de buitenkant laten zien. Het waait wel hard. Wist je dit al? Kijk, wist je dit al? Wat? Waar is die knopje? Oh, what the fuck? Rolls Royce specs, man. Waar komt het doel bij, G? Je moet hem open doen en heb je daar zo'n knopje. Dan gaat hij dicht. Het. Oh, kijk waar we in zitten. Oh, what the fuck? En dit dingetje hier voorop. Check dat. Oké, dus dit is de Lamborghini. Van Lil Pump. Komt-ie. Ja toch, heerlijk. Hey, kijk Lil Pump flexen op zijn Ferrari. Of op zijn Lamborghini. Lil Pump, oké, verspitsen. Hey, Lil Pump, je ziet ik ben op mijn Ferrari. Nee, nee, grap, ik ben op mijn Lambo. Nee, grap. Hij zingt een liedje voor mij. Zing een liedje voor mijn Frans. Ook al is dit in Frans. Wat zouden jullie liever willen hebben, dit of dat? Laat me achter in de comments. Kijk, dit ziet er ook wel heel gaaf uit. We hebben deze wagens gefixt via DB Luxury Cars op Instagram. Dus heel erg bedankt naar hun, want het is super gaaf natuurlijk dat we deze kans krijgen. Want ik bedoel, dit is misschien dat je een paar keer in je leven dit kan rijden. Maar ja, ik wilde dit natuurlijk ook aan jullie laten zien, want dit is echt super gaaf, vind ik. Lil Pump wil met ons racen, jongens. Lil Pump! Komt-ie. Hou hem in de gaten. Hou het groen in de gaten. Oh, shit. Wow. Oké. Ik zie trouwens ook onder mijn laatste vlogs van Hudgio. Waarom rijd je zelf niet in die auto? Ik rijd er wel zelf in. Alleen ik kan het heel vaak niet op wild doen natuurlijk. Omdat vloggen en rijden tegelijk, het is niet heel slim. Dus ja, vandaar dat ik het ook vaak gewoon niet film dat ik rijd. Wow, jongens, kijk eens even hier. Al die flats en torens en... Zo, ik ben ook wel echt heel verliefd op dit stuur en zo. Hey, rij Lil Pump dood! Rij Lil Pump dood! Wil je hem hebben? Brother, parking kost 5 euro every hour. Ja? How much money you have? Ik heb niks, man. You are the driver, please, driver license. ik heb niks, man. Hey, sloop die auto's niet, joh! Doe eens normaal, man! Ik ben zo licht dat die Rolls Royce gewoon Give me a chance to make it right. Nou, het is alweer tijd om hem af te leveren. Het was super leuk. We hebben er eventjes een middagje mee kunnen rijden. Dat was hartstikke geweldig. Zo, het blijft toch lekker om steeds hier zo weer in terug te komen met dit achter ons. Echt. Je kan er niet aan wennen, vind ik. Rick ligt hier lekker op de bank, hè? Wat ben je aan het doen, jongen? Ben je weer aan je... Wat ben ik aan het doen? Nee, niks. Ik zal geen vieze dingetjes in deze vlog gooien, oké? Dat lijkt me goed, man. Nee, we zijn er terug, ja. Ja, we zijn er terug. Oh. Goed verhaal, lekker kort ook, man. Oh nee, het is prachtig weer hier. Ik luister nog steeds zoveel Justin Bieber muziek. Echt elke dag gewoon Justin Bieber op. Ik weet niet, ik vind zijn stem zo fijn. Hij is ook echt de enige artiest waar ik ooit naar van een optreden naartoe ben gegaan. Oké, het is tijd om even een klein prankje uit te halen bij Gio. Gio is nu beneden pietjes aan het halen en komt zo terug naar boven met de lift. En als hij dan terugkomt, ga ik hem even laten schrikken. Yo! Zo! Jee, gast! Ai, was hij aan het eten? It's a prank! Yo, pranken hoor! Ik heb je pizza, jongen. Hey, kijk eens even. Nice. Ik wil er bijna al een stukje nemen. Lekker. Ah, ik ga YouTuber worden. Zal ik gewoon ook een gekke... Zal ik de RIA squad even joinen? Doe. Oké, ik heb hier mijn handdoek mee, want we gaan heel misschien zwemmen, maar... Deze doe ik even bij jou in de tas. Nee, niet? Zo. Hij gooit hem gewoon even zo op de grond.
Zo. Nou. Doeg. Nou. Maar wij hebben dus geregeld dat we vanavond op een soort van tour, of nou ja, een tour, dat we naar de Burj Khalifa kunnen. Oftewel het hoogste gebouw ter wereld. Normaal gesproken moet je er natuurlijk heel veel voor betalen, maar wij hebben dus vanmiddag iemand gesproken en die zei, yo, ik woon daarin, dus als je wil komen of wat dan ook, dan kan je komen. Dus we zijn heel benieuwd, we weten niet echt precies wat we nou nu gaan doen. Dus we gaan het gewoon zien. Jullie gaan het zien, wij gaan het zien en dan zien we vanzelf wel. Wow. Ja, hetgene was dus, we kregen dus eigenlijk alleen heel even snel een tour dus hierbij wat beelden. Ik kon daar niet echt vloggen, want er stond, je mag hier niet filmen en zo. Want het is dus echt van de bewoners daarvan. Maar hey, ik was stiekem, dus kijk hier maar even naar. Het is super ziek om daar te wonen. Buitenzwembad. Zo, daar staan we. Hier begint de plek als je in de Burj Khalifa wilt wonen. Gelijk al super luxe en zo. Bizar, gast. Ja, dat was echt heel ziek. Zo, jongens en meiden, wij zijn weer terug. En deze boy hier zo is zo rijk dat hij gewoon nu alweer een nieuwe vakantie naar Italië heeft geboekt. Terwijl we nog op vakantie zijn. Vakantieception. Zo. Ik boek een vakantie op vakantie. Lekker, man. In ieder geval, wij zijn weer terug in het appartement. Het zag er super gaaf uit. Dus net waar we even heel snel een tour door kregen. Het was niet heel veel natuurlijk, maar ja, wel even gaaf om kort te zien. Het duurde echt 5 minuten voor ons. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het is alweer laat, dus we gaan zo lekker slapen. We gaan ook even lekker onze thee drinken, terwijl het hier 40 graden is nog steeds. Dus ja, hè. Ik weet ook niet waarom, maar het is gewoon lekker. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te abonneren. En vergeet niet om te abonneren op Rick's kanaal. En dan zeggen wij het niet. Oké, die heeft hij niet. Maar oké, later.